Ik ben Tom Egbrink, kom uit Sneek en doe voor de 8e keer mee aan het ABN AMRO toernooi. Ik vraag ieder jaar hoe je het vindt om hier te zijn, maar volgens mij is het dit jaar extra speciaal, klopt dat? Ja, klopt. Het heeft echt onwijs veel impact gehad eigenlijk afgelopen jaar qua corona. Heel veel toernooien zijn gecanceld of uitgesteld. Daarom extra leuk om hier weer te zijn. Ja, natuurlijk geen publiek, dat is voor iedereen heel erg jammer. Net als bij de Valide, maar ook voor ons is het natuurlijk altijd super om hier voor een eigenlijk vol Ahoy te kunnen spelen. Aan de andere kant hebben ze een hele grote stap gezet om nu alle wedstrijden te kunnen spelen op baan 1. Met full livestream en alles is elektronisch qua lijnen. Dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt, dat alles elektrisch is zonder lijnrechters. Je moet gelijk vlammen. Er is geen tijd om eens even rustig erin te komen, meer even in het toernooi te spelen, om het zo te zeggen. Nee. Wat kunnen we van jou verwachten deze week? Dubbel hebben we heel veel op getraind. Single heb ik heel veel op getraind. Dus ik denk dat ik heb er onwijs veel zin in. En ik ben heel erg benieuwd wat me dat deze week gaat brengen. Je klinkt gevaarlijk. Ik ben ook heel gevaarlijk. Dat weten die jongens allemaal. En ik denk dat ik, voordat de corona begon, goede resultaten neergezet. Ik heb van Alfie Hewitt, winnaar van vorig jaar, gewonnen. Tweemaal. Ik heb van Olsen gewonnen. Een hele gevaarlijke speler. Tegen Shingo, nummer 1 van de wereld, heb ik een goede eerste set neergezet toen in Japan. En ja, ik zit er heel dichtbij en dat weten die jongens allemaal. Alleen ik moet mezelf nog ervan overtuigen dat het ook echt zo is. En ik denk dat het deze week echt wel iets is dat ik dat kan gaan laten zien. Abonneer je nu op ons YouTube kanaal en mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.